ga iets doen waar ik mijn hele leven al van droom. Ik wil jullie meenemen op deze speurtocht die het eigenlijk gaat worden. Zowel Tessa als ik rijden paard. Tessa die rijdt sinds februari dit jaar paard. En ik heb vroeger al de paard gereden en ben na februari, toen Tessa begonnen was, heb ik eerst 4 weken langs de kant gestaan. En toen dacht ik, nou, dit moet ik ook weer gaan doen. Dus vervolgens ben ook ik weer gaan rijden. En ja, dat hou ik maar kort vol, want ik wil natuurlijk een paard. Nou, wie wil dat niet? Tenminste, als je van draadsport houdt. Heel veel mensen zullen dat herkennen. Het zal een beste zoektocht worden, want ik wil graag een paard waar Tessa ook op kan rijden. Want eigenlijk wil ik het paard aan Tessa geven. Alleen, ik vind haar te jong om alleen een paard te hebben, of een pony eigenlijk. Dat zou namelijk betekenen dat zij een pony heeft, dat ze daar elke dag heen moet, elke dag moet rijden. Alle andere dingen die erbij komen kijken. En ze is 7, ze wordt 8. En ja, weet je, dat vind ik eigenlijk gewoon te veel van het goede. Dus ik wil eigenlijk een heel lief paard. Een paard waar zij op kan rijden, dat ook veel beter is dan zij. En waar ik dus ook op kan rijden. Vroeger heb ik altijd in de dressuur gezeten. Ik heb de draverij gedaan, ik heb polo gedaan en ik heb ook wel gesprongen, uiteraard allerlei buitenritten. Dus ik heb al heel veel gedaan met paarden, maar nu een eigen paard gaan zoeken vind ik eigenlijk wel heel erg spannend. En natuurlijk super gaaf om te doen. Ik ga dus allerlei video's maken van deze zoektocht. Wat komt er bij kijken? Waar let ik op? Waar let ik niet op? Wie ga ik erbij uitnodigen om me te helpen? Dat weet ik dus ook allemaal nog niet. Dat gaan jullie allemaal zien op deze serie video's. Die dus allemaal gaan over de aanschaf van een paard, het stallen van een paard en dan ja, alles wat erbij komt kijken. En dat zal best wel heel veel zijn. Natuurlijk ook de verzekering. Ik ben al lid. Ik heb al mijn ruiterbewijs. Ik vind een camera. Dus daar zit ook een verzekering al bij. Die ga ik helemaal uitgebreid bekijken. Maar ik ga ook kijken of het nodig is om verder te verzekeren of dat ik zelf geld ga sparen. Ik ga kijken bij welke manege we uiteraard gaan staan. Kies ik voor zelf uitmesten of niet zelf uitmesten. Ik wil er allemaal langs gaan, allemaal gaan kijken. En uiteraard heel veel paarden gaan bekijken. Maar ik weet niet of het heel veel zijn. Want als je eenmaal helemaal verliefd bent op een paard, denk ik dat je het moeilijk vindt om weer verder te kijken. Wel zal ik uiteraard het paard laten keuren voordat ik het aankoop. Omdat ik toch niet wil dat ik een paard krijg dat na een maand kreupel is of krijgt of anderszins ziek is. Dus dat ga ik ook laten doen. En ik heb natuurlijk een manege nodig waar ik mag filmen, want anders kan ik jullie niet meenemen. Ik vind het echt heel erg spannend. Er komt nog een dingetje bij. Alice! Dit is Alice. Zij is onze flatcoat. Ze vindt het wel een beetje spannend voor de camera. Zo. Ja, je bent lief. Hè. Ja, je bent een schatje. En Alice is bang voor paarden. Ja, echt waar. Ze vindt ze doodeng. Ik heb er nog wel een foto van, die zal ik even laten zien. Oh, je gaat weer iets anders doen? Ja, dat is best spannend aan tafel, hè? Alice is dus bang voor paarden. En ja, dat moet dus opgelost worden, want ze moet wel mee naar de manege. En ook een beetje vriendjes worden, denk ik, met ons paard. Denk jij? Ja, dat denk ik ook. Dus dat gaan we ook meenemen in het filmen. Hoe we dat op gaan lossen, wat we daaraan gaan doen. Ja, je bent leuk. Ja. Hoe we dat dus op gaan lossen en hoe we dat gaan doen. En kijken of we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat zowel paard als hond elkaar heel erg leuk gaan vinden natuurlijk. Hè? Dus dat ze een vriendinnetje erbij krijgt. Of een vriendje. Misschien krijg je een vriendje erbij. Alice is een meisje. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze zoektocht. Ik heb er ook onwijs veel zin in. Ik vind het wel heel spannend. En dan voornamelijk omdat dit iets is wat ik dus eigenlijk al mijn hele leven wil. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Tessa gaat reageren. Goed. Dit is wat we gaan doen. Ik hoop dat jullie allemaal mee gaan kijken en ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb Google opgestart, want het is zover. Ik ga zoeken naar een paard. En dat mag ik op Rick's laptop, want gisteren heb ik geprobeerd op mijn eigen laptop, maar die is dus veel te langzaam. En dat is best heel spannend, want ik kan je vertellen dat hij heeft een gaming laptop en dat ziet er allemaal ongelooflijk spannend uit hier. Maar goed, dat terzijde. Hoe begin je? Ja, ik begin maar gewoon op Google. En ik zoek op. Ik moet wel zeggen, ik heb gisteren natuurlijk wel een aantal dingen al bekeken. En dat heb ik ook opgenomen, maar dat is niet meer terug te kijken. Tenminste, dat ziet er niet uit. Dus een aantal dingen komen nu in de zoek. Dingen al naar voren. Nou ja, goed. Dat maakt op zich denk ik niet zo uit. Ik begon met paard kopen. Oh, wat een enge dingen allemaal. Ik ken deze laptop dus niet. Er zitten heel veel enge knopjes op. Pony Park Cities.
familietje er, koop een paard. Daar ben ik gisteren ook geweest. Je hebt daar inmiddels een account. Wat ik wel handig aan deze site vind, is dat je alles in kan vullen. Dus hier bij advertenties kies ik dan voor paarden. En dan krijg ik heel veel paarden. Nu moet ik alleen, je kan niet erin. Dus je kunt geen onderscheid erin maken. Dat vind ik wel vervelend. Dus je kan nu niet kiezen wat voor soort paard ik zoek. Dit is gewoon wat er is en dit is waar je naar kunt kijken. Ik heb hier wel een paar paarden gezien die ik leuk vind en die dan ook nog in de prijsklasse vallen. Dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Ik wil er niet meer dan 4000 euro aan uitgeven. Nou ja, kom er nabij. Deze paarden zijn allemaal jong. En hier zie je bijvoorbeeld een paard dat is M2, leeftijd 9. Fijn en braaf springpaard. Nou, 10.000, 15.000 euro. Dan gaan we eens gaan kijken. Ik zoek natuurlijk sowieso geen springpaard. En heb al niet in mijn prijsklasse. Even kijken. Leuke Mary is zowel in de spring als in de dressuur uitgebracht. Is een leuk, welwillig paard. De informatie. Foto's vind ik slecht. Je hebt hier dus een bewogen foto. Als je dan je paard wil verkopen, zou je verwachten dat je betere foto's neerzet. Deze is wel beter. Als je heel laag komt. Dit is een mooie foto. Overzicht. Dressuur L1, 11 jaar, Vos, KWPN, dat staat voor koud. Nee, sorry. Dat staat voor koninklijk, warm bloed, paard Nederland, zoiets. Nou ja, er staat verder niks in. Ik heb gisteren om meer informatie gevraagd. Ik moet wel zeggen, ik heb nog steeds niks gehoord. Dus ik ga hem dan ook echt moeten kopen, dat weet ik niet. Maar terug naar advertenties, dat vind ik ook een nadeel. Ik moet echt helemaal zo terug. Dus ik had een één klikje terug gekund. Pagina 3. Allemak. Dressuur, B, nou dat is prima, leeftijd 7, Vos, 160, 170, 4 tot 6000 euro. Zeer braaf Mary, van Fleming met veel kwaliteiten. Kan super bewegen, wordt verkocht wegens ontbreken van klik. Deze Mary heeft een zeer consequente en gevorderde ruiter nodig. Ze is erg braaf in de omgang, loopt met gemak de trailer op en af en heeft geen stalgebreken. Filmpje te zien op YouTube, Zaza. Even het filmpje gaan kijken. Nou, ziet het uit als een paard dat nog wel het nodige moet leren. Dus moet ik ook maar een B. Breken van klik. Dit is fijn, hier kan je een kind op weg sturen. Dus dat is wat ik zoek. Even kijken. Zoek lieve Mary, L1 dressuur, M springen en M eventing. Kan je een kind op weg sturen. Is heel braaf, lief, ook in de omgang. Ook met scheren bij de hoefsmeer, tandarts, etc. Super braaf, heeft nog nooit een veulen gehad, is nu 10 jaar. Prijs. Vraagprijs laten we staan. Foto's zien. Ja, nee, niet helemaal mijn. Ik vind haar ook wel leuk uitzien. Even daar wijsten. Grote foto's. En wegens tijdsgebrek kan ik mijn hobby niet voortzetten. Nieuw huis is belangrijker dan mijn huis. Eerst nog braaf, mooi, dingen leuk. Tekend dressuur. Alweer minder geschikt voor beginners. Grappig dat ze allemaal super braaf zijn, maar niet geschikt voor beginners. Vraag je dus af hoe braaf ze zijn. Deze vind ik er toch wel leuk uitzien. Die vriendjes vindt hij wel leuk. Dus dat je... Nog grotere foto's. Ik heb namelijk vroeger een draver gehad en daar heb ik een dressuurpaard van gemaakt. Het zijn wel stevige paarden, zeg maar. Ze zijn stevig, ze zijn gespierd. En wat voller. Voller gespierder, moet ik zeggen. Draaf van zadel is niet echt geschikt op de lange termijn voor beginner. Hij vindt hij nog wel leuk, kan springen. Ik vind hem toch wel grappig. Hij is ongelooflijk goedkoop, dus dat is altijd fijn.
Je kan natuurlijk paard gewoon alles aanleren. Goed, dan moet je contact hebben. Nou, hier. En dan moet je hier gaan vullen. Telefoonnummer van de zaak maar, want ik heb eigenlijk niet zoveel behoefte om te bellen. Ik heb liever gewoon e-mailcontact. Graag. Nou, ik wil veel meer weten, maar even voor nu. Ik merk de mensen soms niet eens reageren. Dan zit ik hele verhalen te tikken. 2, 8, 9, 8. Verzenden. Nou, ik ga op deze manier deze site nog even verder. Maar je kunt ook een marktplaats zoeken, heb ik gezien. Die zullen we ook even laten zien. En dan gaan we naar dieren. Eerst dacht ik dat je ook gewoon alleen naar paarden kon gaan, maar dat is niet zo. Paarden en ponies. Dat is allemaal wel heel langzaam, moet ik zeggen. Maar goed, er staat wel veel op. Paarden. Nou, even kijken. Dan wil ik B. Dan moet je wachten tot die geladen is. Dan wil ik L. En eventueel nog M. Zo. 1,60 minimaal. Maar niet hoger dan 1,70. 7 tot 10 jaar. En 11 jaar moet ook nog wel. Nou ja, hier kun je dressuur, recreatie. Nou, ik wil geen springpaard, maar de rest. En geen tuigpaard. Dus ik moet dressuur en recreatie hebben. Nou, dit zijn dan de paarden die te koop staan. En daar kun je dan tussen gaan kijken. Mooi uit. Ik ga weer een linkje openen in mijn blad. Je roelt de foto's. Mooie merrie, mooie prijs. Hij is 15 jaar, dat is dan, ja, ik kan er denk ik nog 5 jaar mee doen, dus ik vind dat eigenlijk te oud. Jammer dat het dan niet in de beschrijving bovenin staat. Bluebell, sportmerrie. Leeftijd 7 tot 10. L, met foto's. Ziet er wel leuk uit. L is 9, trouwer, super braaf. Oké, nou, dit ziet er heel leuk uit. Natuurlijk alleen even weten of ook Tessa daar een rondje op kan rijden. Maar goed, je kunt dus op Marktplaats kun je nog van alles vinden. Heb je nog sporthorses, paarden te koop. En ook hier kan je dus paarden te koop kiezen. En even paarden, dan kan je dus ook een prijsje wilt. Die wil ik wel, die wil ik wel, die wil ik ook nog wel. Wil ik stokmaat. En dan kom je hier dus van alles tegen wat binnen je prijsklasse valt en welk paard je dan kunt, tenminste wat binnen je prijsklasse en dus je zoekargumenten valt. Dus hier ga ik ook nog even zoeken. Ik moet wel zeggen dat ik inmiddels een Excel aan ga maken, denk ik maar, van iedereen, van alle paarden. En daar ga ik dan inzetten welk paard waar gevonden is, maar ook of er gereageerd wordt, zodat ik niet stel dat ze op verschillende sites te koop staan, op verschillende sites op hetzelfde paard gaan reageren. Dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. En als ze gereageerd hebben, het is niks, dat ik dat er ook even bij kan zetten. Ja, zo hou je een beetje bij of het wat wordt. Nou, dit is mijn zoektocht. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je graag. Doei! Goedemorgen! Vandaag is de eerste keer dat ik naar een paard ga kijken. Ik rijd helemaal naar Zwolle, dus dat is 1 uur en 50 minuten rijden. Dus ik moet zo eerst nog even tanken. En ik ga kijken naar een Appaloosa en pre-Appaloosa's. Wat het verschil is, dat weet ik nog niet. Maar dit is natuurlijk oriënterend. Dus ik ga gewoon even kijken en dan zie ik daarna wel verder. Ik had me misschien meer in moeten lezen, maar dat is er even niet van gekomen. Ik heb wel de stal waar ik ga kijken gereviewd. Tenminste gereviewd, daar heb ik reviews van gelezen. En gekeken waar het is en of er nog slechte dingen te vinden waren. Die kon ik niet vinden, dus ik hoop dat het ook echt zo is. Julian is het paard, maar ze hebben 20 paarden te koop ongeveer. Dus wellicht dat het niet Julian wordt. Julian is 6. Hij is een grijs schimmel. Pracht. Ik vind hem echt prachtig. Andere mensen vinden het niet. Maar goed, een kwestie van smaak. En hij is 6 jaar. Dat vind ik eigenlijk wel jong en ik wil eigenlijk liever een merrie. Dus dat zou kunnen zijn dat het iets anders wordt.
En ik ga ook geen beslissing nemen vandaag. Ik ga gewoon kijken. Volgende week heb ik nog 2 afspraken staan. 1 met Choco, dat lijkt me een onwijs gaaf paard. En 1 met Even, waar ik de naam vergeten ben, omdat ze steeds die maal die erop zetten. En al die namen onthoud ik dus niet. Mocht dit allemaal niks worden, geen probleem. Maar dan wacht ik even tot januari met verder kijken. Omdat nu de drukste maanden van het jaar eraan komen. En eigenlijk het te druk is om dan ook nog helemaal naar bijvoorbeeld Zwolle te rijden. Dus ik ga nu naar Zwolle en ik laat jullie straks meer zien. Dit is Favoriet. Favoriet is een Andalusier, PRE geloof ik. PRE ook nog. En die gaat met ons mee. Ik mag er even op rijden. Hij is veel jonger dan dat ik in mijn hoofd had. Hij is 5. Maar hij is tot nu toe ongelooflijk braaf en lief. Hij snapt nog niet alles. Maar ja, dat vinden we eigenlijk niet zo heel erg. We gaan even rijden. Oh ja, je bent echt mooi zo. We gaan even naar je kijken, schat. Kom mee. Kom maar. Wat een drol, man. Ja. Echt. Wil je dat ik hem even voorrijd? Jij mag ook. Ja. Ik vond Favoriet echt een puppy. Wat een scheetje was dat. Hij snapt er allemaal nog niet zoveel van. Maar het is wel echt van, doe ik het goed, doe ik het goed. Nog een keer. Wat wil je van me? Zal ik het ook proberen? Wil je dit, wil je dat? Luistert heel goed naar je stem. Dus dat is op zich ook wel heel fijn. Zou je nog op je stem kunnen leren rijden? Het is gewoon een dropje. Of het verstandig is, dat weet ik nog niet. Dat ligt er een beetje aan. Maar hij is wel heel lief, heel werkwillend. Hij zit heel soepel, loopt soepel en heeft daar sowieso heel veel zin in. Met Tess weet ik niet of dat direct iets wordt. Dus dat is zeker een twijfeldingetje of iets waar ik beter naar moet kijken. Het is niet een paard dat gelijk wegspringt of moeilijk doet of weet ik het. Dat is het allemaal zeker niet. Alleen, ja, als jij je benen aanlegt. Oké, ik ga sneller. Oh, je stopt. Oh, ik stop. Dus hij is heel, heel direct en heel... heel werkwillend. En dat zou voor Tess best wel eens heel spannend kunnen zijn. Omdat hij dan natuurlijk gewoon doet wat ze zegt. En dat is ze helemaal niet gewend. Dus ik weet het niet. Ik ben in ieder geval heel erg verliefd op hem. En nu moeten we gewoon eventjes verder kijken. Of dat met Tess iets zou worden. En hoe die zich ontwikkelt. En ja, goed. Ik ben in ieder geval reuze enthousiast over de stal. Ik vind de stal echt heel erg leuk. Het is niet zoals wij hier in het Westerland gewend zijn met Solaria en 5 sterren en weet ik het allemaal. Het is gewoon echt een boerderij en daar staan stallen en daar is een bakje. Ik vind dat geen probleem, zeker niet. Hele aardige meiden. Dat ene vrouwtje die weet ook precies een paard bij je te zoeken. Dus dat is heel erg leuk. En die andere dame is gewoon ook heel behulpzaam. Dus ja, leuke stal. En mocht het met dit paard niks worden, wellicht met een ander paard. Dus ik ben reuze enthousiast over dit geheel. En nu nog even afwachten. Dinsdag ga ik naar een ander paard kijken. En wellicht, als het lukt, misschien zaterdag met Tessa en Minken nog een keertje naar Favoriet. Want het is wel mijn favoriet.
Goedemorgen Tessa. Goedemorgen. Het is vroeg, 8 uur, waar gaan we heen? Paardjes kijken. Vandaag gaan wij een roadtrip doen. Een vriendin van mij die wil een paard en die heeft kinderen. En Tessa is het? Proefkonijntje. Het proefkonijntje. De hele auto ligt vol. Tadaa, met eten, speelgoed, kussens, dekens. Ze moeten daar ook nog van alles. We moeten best wel ver rijden. Maar ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. En vandaag zijn we make-uploos. Mm-hmm. Want het is ongelooflijk rot weer. Ik weet niet of je dat kan zien zo. Nou, ik weet niet of je het ziet, maar het waait en het giet en het regent. Nou, nu is het even droog, maar niet helemaal. Dus wij gaan nu eerst naar Zeeland. Waar zijn we, weet je dat? In Westkapelle. Ja. En dan zijn we naar een PRE-paardje aan het kijken. Ja, en die is heel leuk. En hij houdt helemaal niet van het Nederlandse weer. Ja. Hij wil alles eigenlijk gewoon warm hebben. Ja. Dus we gaan even kijken. Ik wil graag op een rijden. Nou, zo. Het is even een nieuw vriendje. Poes. Ik heb nog een vriendje. Yay. Tessa zit op een groot paard. En het paard luistert soms naar haar. En Tessa nog hoop te leren. Maar hij vindt haar wel aardig, geloof ik. Beentjes, beentjes, beentjes. Oeh, dat mag hij niet. Weer weg. We gaan naar een ander paard toe. Ik vond Boy heel leuk. Dat was dat paardje. Hij luisterde vooral goed naar me, toch mama? Ja, heel goed. Beter naar jou dan naar mij. Uh-huh. Ik vond hem wel heel leuk en ik hoop dat hij nog te koop staat als ik later groot ben. We zijn bijna bij het andere paardje. Emma? Ja, in the middle of nowhere. Ja, we zien bijna niks. We zijn in Groningen. Het is ook wat verder dan gedacht. Ja. Wat langer rijden ook, hè Tess? Ja. Nou ja, we zijn ondertussen nog een broodje met ei gehaald. Na heel lang rijden. We hebben echt ruim 300 kilometer gereden om erachter te komen dat dit een paard is met een heel erg groot verleden. Hij is in Spanje geweest, is in Duitsland geweest en nou ja, goed, het is heel heet. Dat had ik van tevoren op internet dat natuurlijk wel even gevraagd. Ik had een Minke altijd gevraagd. En dan kom je bij een paard waar je dus echt niet eens op kan gaan zitten. Dus helemaal voor niks hierheen gereden. Vond jij wel jammer, hè? Ja. Ja, ik ook. Nou ja, het is niet anders. Dus wij gaan lekker naar... Huis. Ja. Wat ik niet fijn vind, als ik wel bij het andere paard blijf. Ja, nou ja, zo gaan die dingen. Niet bij dit paard hoor, die is hartstikke vervelend. Nee, die andere. Ja, die andere, die vind ik echt heel leuk. Dus volgende keer beter. Zeg maar doeg. Doei. Doei. Niet zo teleurgesteld, komt dat goed hoor. Ja, doei. In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat wij twee PRE's gingen bekijken. En dat heeft me heel erg veel geleerd. Het heeft me zelfs wel een beetje ontmoedigd, want... ik heb 740 kilometer gereden. Ja, daar had ik toch wel wat minder kilometers voor kunnen gebruiken. Dus dat was wat teleurstellend, zullen we zeggen. Maar we hebben ook heel erg goed nieuws. En het goede nieuws is, we hebben een sponsor. Dat is Ruiterhart. Ruiterhart is een webshop en een gewone winkel. In het verleden hebben ze ook KWPN'ers gefokt. En ik heb van hun ook een aantal tips gekregen. En die wil ik eigenlijk wel met jullie delen, omdat... zeker na gisteren, ik toch wat ja, het lastig vind. Ik heb nu een aantal paarden gezien en ja, ik vind het niet makkelijk. Maar goed, voordat je ergens naar gaat kijken en wil voorkomen dat je 500 kilometer
voor Jan Doedel gaat rijden. Begin bij het begin en dat is bij de reactie op een advertentie. Ik ben erachter gekomen dat op Marktplaats kan je fantastisch naar paarden zoeken. Maar dat wil nog niet zeggen dat degene die op Marktplaats zit ook degene is wie je voor je neus krijgt. Zo was ik gisteren dus bij een marktplaatsadvertentie voor een PRE. En ik heb leuk met het meisje Stephanie heb ik gemaild. En ze heeft daar ook best wel dingen in verteld. Maar ik had echt de indruk dat het paard van haar was. En het paard is helemaal niet van haar. Ik kwam daar in een stal en daar waren ze bezig met een fotoshoot. Wat op zich natuurlijk hartstikke leuk is. Maar waarom is er een paardenfotoshoot? Ik heb het niet gevraagd. Maar ik denk wel dat het een handelaar is en helemaal niet een privépersoon. Het paard waar ik bij kwam te staan voldeed ook helemaal niet aan wat wij zoeken. Ik heb duidelijk in mijn mails aangegeven dat Tessa 8 jaar is en dat het wel de bedoeling is dat zij ook een rondje door de bak kan rijden. En we kwamen bij het paard dat overigens er heel erg mooi uitzag. Alleen het heeft al een verleden. Zo heeft het gevochten met een andere hengst in Duitsland. Kon daar niet blijven staan omdat hij ook niet meer wilde eten na die vechtpartij. Is daar aardig beschadigd ook door geraakt. Wat dan precies de beschadigingen zijn, dat weet ik niet. Maar goed, daar heb ik ook niet naar gevraagd. En vervolgens is hij naar Nederland gekomen. Zou daar voor iemand zijn die de eigenaar was. En ik denk toch dat dat een handelaar is, weet ik niet zeker. En die zou te zwaar zijn voor het paard en daarom moest het paard weg. Nou, Stephanie was er zelf ook, maar daar was het paard dus niet van. Ze reed er wel op en was verder een heel lief meisje en ze deed echt wel de best. Alleen de meneer die erbij stond, die was een stuk minder vriendelijk en een stuk minder aardig. En die gaf me ook wel een rot gevoel. Het kan ook zijn dat het een communicatiestoornis is, dat weet ik natuurlijk niet. Zo kan het zijn dat hij dacht dat ik wilde dat Tessa op dat paard zou rijden. Nou, ik zag het paard staan, ik hoorde het verhaal aan. En ik denk, daar gaat mijn dochter dus van zijn levensdagen niet op. Tessa was natuurlijk enorm teleurgesteld. Maar goed, ze had daarvoor gelukkig wel kunnen rijden. Dus ze begreep het denk ik ook wel. Of misschien helemaal niet, maar accepteerde ze het. Dus het is handig voordat je ergens heen gaat, dat je jezelf goed informeert. En ik heb nu een paar vragen die ik voortaan altijd zal stellen, die ik hiervoor dus niet stelde. Ik vroeg natuurlijk altijd wel van, kan er een meisje van 8 op? Is het braaf? Is het gezond? Wanneer is die voor het laatst gekeurd? En dat soort vragen stelde ik natuurlijk allemaal netjes wel. Maar de vragen die je eigenlijk ook moet stellen is het paard van jou? Ik bedoel, als ik dat aan Stephanie had gevraagd, dan had ze gezegd, nee. Tenminste, dat hoop ik. Dan is de vraag, hoe lang heb je het paard? Want nu bleek ook dat dit paard daar pas een paar weken staat. En dat ze zelfs niet weten hoe ver het is in de dressuur. Dus dan noemen ze dat maar zadelmak. En dat ze daar zelf helemaal geen dressuur rijden. Dus daar had ik beter op door kunnen vragen. Dan had ik al wat meer geweten. Kijk, als jij een paard een paar weken hebt en het moet alweer weg. Dan komt dat niet over als een privépersoon. De vraag natuurlijk, waarom verkoop je het paard? Nou ja, in dit geval was dus het antwoord dat de man er te zwaar voor zou zijn. Of dat zo is, daar wil ik geen uitspraak over doen. Dat weet ik gewoon echt niet. Zou best kunnen. En wat ik voortaan ook ga vragen is, waar komt het paard vandaan? Dus in dit geval had ik dan geweten dat het eerst in Spanje heeft gestaan. Vervolgens naar Duitsland is gebracht en nu in Nederland terecht is gekomen. Ja, dat vind ik een behoorlijke reis voor een paard. En ik ben geen fokker, ik ben geen handelaar. Maar voor mij als privépersoon op zoek naar een paardje, voor mij en mijn dochter, vraag ik me toch af, een jong, tenminste het paard was niet jong, het was 11 jaar. In 11 jaar, waarom gaat het van Spanje naar Duitsland, naar Nederland? Is het dan een topper? Is het fantastisch bereden? Of is er iets waardoor dat paard steeds van handelaar naar handelaar gegaan is? Het stelt het bij mij, roept het in ieder geval vraagtekens op. Nou ja, dat in ieder geval voordat je ergens heen gaat. Nu had Dennis ook een paar dingen voor mij nog op papier gezet die ik fantastisch vind en waar ik wel echt iets mee kan. Dus die wil ik graag met jullie delen. Ik ben natuurlijk voor Tess op zoek naar een paard en voor mezelf ook. Maar ik wil graag dat paard braaf is. Nou, een paard heeft in de 4e en zo rond de 8e puberteit. Dus als je een paard ouder koopt dan 9 jaar, heeft hij dus de 2 puberteiten al gehad. En dat maakt het natuurlijk al een stukje makkelijker en zal het paard in ieder geval wat braver zijn. Maar goed, als je daar geen behoefte aan hebt, kun je natuurlijk een jonge paard nemen. Maar in mijn geval is dat heel erg handig om te weten. Ik lees het op, dus af en toe kijk ik naar beneden.
Let op het oog van het paard, of het op jou gericht is. Zo zie je dus of het paard communiceert met jou, naar jou kijkt, geïnteresseerd is in jou. In het oog zie je ook of het een doetje is, of dat hij een beetje brutaal is. Nou, dat heb ik de afgelopen tijd wel gemerkt. Je ziet echt wel aan zijn oogjes van, joh, ik heb zin in jou, of ik heb helemaal geen zin in jou. Neem snoepjes mee in je zak, maar laat ze niet zien. Zo trek je de aandacht van het paard en kun je meer van het karakter zien. Bij de PRE's merk ik daar weinig van. Ik heb wel begrepen dat PRE's die uit Spanje komen nog nooit een snoepje hebben gezien. Dat die vaak ook helemaal geen hard voor gewend zijn. Dus die weten helemaal niet wat een snoepje is. Dus daar kan je dan wel mee staan, maar dan moeten ze dat nog helemaal ontdekken. Bij andere paarden zal het wellicht wel werken. Maar ja, tot nu toe heb ik alleen PRE's bekeken. En ik ga nu over op de KWPN'ers. Dus dan zal ik jullie nog laten weten wat het resultaat daarvan is als je die snoepjes in je zak hebt. Ik heb wel gemerkt toen ik langs andere paarden liep bij die laatste PRE. Dus daar stonden ook gewoon andere soorten paarden, KNWP'ers en nog mee. KWPN'ers en nog een aantal andere. En dan merk je wel dat sommige paarden direct naar jouw zak toe snuffelen en veel interesse in je hebben. Nog een tip was, laat ze altijd een voetje geven of krap de hoeven uit. Zijn ze super braaf, dan weet je dat. Dus dat is dan natuurlijk super om te weten. Lukt het niet in één keer, kan je natuurlijk nog een keer proberen. Maar lukt het dan niet, is het zeker voor mij niet een paard waar ik op zit te wachten. Want Tessa moet het ook kunnen. En als je ze met 8, 9 jaar, of nou ja, 9 jaar en ouder nog moet gaan leren om de hoeven uit te krabben en braaf daarbij te zijn. Ja, dat is misschien toch niet helemaal wat ik zoek in ieder geval. Dan staat er ook nog een tip was, test een paard altijd in de buitenbak. Nou, dat kan soms wel en soms niet. Waarom moet je testen in de buitenbak? Omdat wedstrijden buiten zijn over het algemeen genomen. En dan weet je natuurlijk gelijk in een minder makkelijke omstandigheid hoe het paard reageert. Of het schrikkerig is of juist niet. En ja, dat soort dingen. Alleen gisteren was er een storm. En zo hard dat zelfs de waterkering bij Zeeland, dat daar geen aanhangers overheen mochten. Dus dat was niet helemaal een optie. Paard heeft wel een stuk buiten gelopen, dus dan merk je ook wel wat. Maar een goede tip wel om, als het kan, gewoon in de buitenbak te rijden. En dan nog eentje, onthoud één ding, paard is een vluchtdier. Dus kan ook wel eens gek doen. Elk paard bokt ook wel eens van vreugde. Nou, dat heb ik zelf ook wel op de meeste een aantal keren meegemaakt. Maar natuurlijk vroeger bij mijn eigen paard ook. Dan zijn ze gewoon zo blij. Yay! En dan gooi je ze eventjes die achterbeentjes omhoog. En daar is natuurlijk op zich helemaal niks mis mee. Maar ze mogen niet gemeen zijn. Dit merk je al met het opstijgen. Let op de oren. Altijd naar voren. En het hoofd altijd iets gebogen houden naar de zijde waar je opstapt. Mochten ze dan weg willen schieten, dan draaien ze en krijg je de ruimte om eraf te komen. Dus als het paard met zijn hoofd naar jouw been toe staat, als het dan raar wil doen, dan moet het eerst zijn hele hoofd omgooien om naar jou toe te komen. En dat betekent dus dat het logischer voor het paard is dat zijn kont de andere kant op gaat en dat jij dan ruimte hebt om te vertrekken, mocht dat nodig zijn. En wat ik ook niet wist, maar zeker interessant is om te weten. Wij hebben een budget van tussen de 4.000 en 5.000 euro ergens. Een beetje meer, een beetje minder. En voor het bedrag van 5.000 euro moet een paard altijd al gekeurd zijn. En dat moet nooit op kosten van de koper zijn. Nou, dat wist ik dus ook niet. Dus ik heb ook al bij een handelaar gestaan. Dat was de eerste. En toen wist ik het ook gewoon niet. En die paarden zijn niet gekeurd. Nou, dan betekent het voor mij wel dat ik daar rekening mee moet houden. Het hoort dus wel. Nou ja, goed. Dat zijn dingen die moet je weten. Het was dus een hele reis gisteren. En ik heb heel erg veel geleerd. Ik ben enigszins ontmoedigd op het moment. Maar goed, aanstaande vrijdag ga ik naar een leuk paardje kijken van een mevrouw die hem al 8 jaar heeft. Die gaat verhuizen, heeft een 40-uurige baan. En een fulltime baan moet ik zeggen. En nu rijdt er iemand anders op. Ja, dat is natuurlijk zonde van het geld. Dus die verkoopt haar paard. En ik ga volgende week maandag ga ik nog naar 2 andere paarden kijken. Maar dat is bij een andere ruitersportzaak. En ik denk dus ook dat dat meer handelsachtig in ieder geval zal zijn. Ik wil niet zeggen dat het handelaren zijn. Maar ja, dat zijn toch dingen waar ik dan wel rekening mee moet houden. Ik denk dat ik zelf meer geneigd ben om toch iemand te zoeken die gewoon zijn eigen paard na een aantal jaren weg doet. Ik ben gisteren ook bij een PRE geweest, die gaat na een jaar weg. Maar die mevrouw is een Belgische mevrouw en die heeft ook wel echt een
redenering daarachter. Zij staat in Zeeland, vlakbij het strand. Super mooie locatie. Alleen heel erg winderig. En zoals je gisteren ook daar merkte, het was natuurlijk al rot weer. Dan staat daar een paard dat de hele dag eigenlijk wel in de wei kan. Nou, veel paarden vinden dat fijn. Maar dit paard heeft 8 jaar lang in Spanje gewoond. En dat is de Nederlandse... hoe moet ik dat zeggen? Het Nederlandse weer is natuurlijk iets compleet anders dan het Spaanse weer. Dus dat paard dat heeft het eigenlijk niet zo naar zijn zin daar in die stal. Ze hebben wel 2 prachtige boksen hoor en een mooi weiland eromheen. Maar het moet altijd naar buiten toe en je kan wel goed schuilen. Maar ja, het is geen Spanje en er is ook geen makkelijke binnenbak. Er is wel een binnenbakje, maar ja, het is geen Spanje, laten we het zo maar zeggen. Dus ik begrijp wel dat het voor het paard beter zou zijn als die een wat rustigere omgeving kreeg. Ze heeft ook nog een haflinger staan en die heeft er allemaal geen moeite mee. Die vindt het allemaal prima. Dus ik kan me voorstellen dat als de omgeving van het paard niet prettig is, dat je dan besluit, ja weet je, dit is wat ik hem kan bieden en dit vindt hij niet fijn. Dus Tessa die vond het paard, zoals jullie gezien hebben, gisteren weer fantastisch. Ik heb er een mindere klik mee. Dus ja, ik wil toch nog even verder kijken of we niet een paard kunnen vinden waar we allebei een goede klik mee hebben. En anders gaat Tessa voor. Dan wordt het voor Tessa de klik en voor mij een wat mindere klik. Ondanks dat ik er waarschijnlijk meer op zal rijden, vind ik het toch het allerbelangrijkste dat zij gewoon heerlijk haar rondjes kan doen en lekker kan knuffelen en haar ding kan doen. We gaan weer een keer op stap. Dit keer ga ik naar Groningen. Of ik ga alweer naar Groningen. Dit keer naar een KWPN-merrie van 14 jaar. Hele leuke eigenaresse, leuk contact mee per e-mail. Het is, even kijken, 250 kilometer. Ja, ik verzin ze wel. En als het goed is, ben ik daar dan 2,5 uur voor onderweg. Nou ja, op zich is dat niet zo'n probleem natuurlijk. Ik ga nu rijden en dan zien jullie straks deze leuke KWPN-merrie van 14 jaar. Kunnen zien dat ze voorgereden werd en dat ik erop gereden heb. Alleen het was heel erg slecht weer. Het goot ongelooflijk. Dus het was niet echt een optie om in de auto nog een keer video op te nemen. Buiten dat het regende was het ook heel donker. Dus ja, het zag er gewoon niet uit. Dus ik doe hem even opnieuw. Ik vond haar heel erg leuk, Verona. Ze liep fantastisch. Ontzettend leuk paard. Is 8 jaar van dezelfde eigenaar geweest. Ik zei helemaal in het begin dat ze 14 is, maar ze is 13, dus ze is 1 jaartje jonger. Heel braaf, heel rustig, wel heel vlot en voorwaarts. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Tessa van haar zou vinden. Morgen heb ik nog een afspraak gemaakt. Ja, als je iets leuk vindt, vind je het leuk. En dan gaan we dus weer met een smoes weer naar Groningen. En ik ga ook naar Zwolle, geloof ik. Nou, ik weet niet helemaal precies meer. Maar morgen ga ik dus 's ochtends een paard bekijken en dan 's middags nog een keer naar Verona. En ik neem Tessa mee met de gebruikelijke smoes dat Minke op zoek is naar een paard. En dat zij de kindvriendelijkheid mag testen. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Vandaag gaan we bij Sir Kelly kijken. Heb je er zin in? Ja, ik ga erop rijden. Kijk, daar zo staan. Nou, daar kijken we zo wel naar. Ik ga je filmen, ja? Ja. Mama, als ik hem 1 keertje zo doe, dan gaat hij automatisch heel ver. Hé, scherp. Doe mama anders nooit.
Goed zo, meisje. Netjes. Keurig. Nog een keer. Kom maar. Oh, je gaat hierheen. Oké. Okay. Goed zo, meisje. Kom maar lopen, Tess. Ik denk dat je een vriendinnetje erbij hebt. En dan naar de uitgang. Nee, niet rennen. Rustig lopen. Je kan ze rustig achter je aan. Dat was Circoni. Hoe vond je er? Leuk. Ja? Dat was één keer nog een beetje geschrokken, geloof ik, hè? Ja. En daarna ging het weer goed? Mhm. Oké, wil je er nog iets over zeggen? Het was erg leuk. Oké. Nou, dan gaan we nu naar de volgende. Ja. Oké, doei. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Uitrekken. We zijn in Groningen. We gaan naar een paardje kijken van 13 jaar. Tess niet tegen mijn ding aan. Van 13 jaar, KWP en Ster, Mary. En in Groningen. Tess doet een beetje gek. Hier was ik gisteren ook. En nu gaat Tess even kijken of het paard kindvriendelijk is. Ja. Oké. Okay. Het is wel handig op zo'n opstapje, Tess. Wat denk je, zou het opstapje bij het paard komen of moet je een eigen opstapje kopen? Ik weet niet of het opstapje niet voor mij is. Gaat het goed gaan? Ja? Hallo, meisje. Ik ga naar achter, dan kunnen we het beter zien. Hallo. Zo. Joehoe, Tess. Oh, gelukkig, zuster. Ja. Had je nog... Ik ben weer bij de mini-ponies geweest. Oké, okay, bij de Shetlanders. En ik ben nog bij de veulentjes geweest. Oh, bij de veulentjes even kijken. Dat was ook leuk, ja. Waren die lief? Ja. Deze moet ik wel echt hoor. Die kan ik. Ah, dat is wel heel leuk. Aanstaande vrijdag, het is vandaag ook vrijdag, dus over een week, wordt het paard gekeurd waarvan we denken dat het wel bij ons past. Dus hopelijk komt ze dan vrijdag bij ons en wordt ze goed gekeurd. Nou, met dit goede nieuws, waar we natuurlijk heel blij van worden, is het natuurlijk ook tijd om aan een aantal spulletjes te beginnen. Want of ze nu goed gekeurd wordt of niet, als je een paard aanschaft, dan heb je natuurlijk spullen nodig. Dus ik heb besteld bij Ruiterhart, een super gave webshop waar heel vriendelijk geholpen wordt, maar ze je ook met je meedenken, dus dat is altijd wel heel erg fijn. Ruiterhart is ook onze sponsor, dat moet ik er wel even bij vertellen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Er staat een enorme doos voor mij, echt enorm. Dus ik ga de camera nu eventjes naar beneden doen en dan kunnen jullie met me meekijken wat er allemaal in de doos zit. Nou, ik hoop dat jullie het zo allemaal een beetje kunnen zien. Het is wel mega groot die doos, dus ik weet niet of ik alles heb nu. Hier kant op. Eerst moet die open. Dus dat gaan we nu doen. Dus dit is allemaal vol met allemaal spullenboel. Ik zal het er één voor één uithalen. En zo kunnen jullie dus zien wat er allemaal in die doos zit. Nou, als eerste heb ik hier een kaptoom. Dat is een, eigenlijk gewoon een halster en daar kan je mee logeren. Ta-da-da-da-da! Een hoofdstel. Ja, super gaaf natuurlijk. Ik zie hier heel veel riemen natuurlijk. Ik zie hier heel veel riempjes. Er zitten teugels bij. Nou, speciaal voor Tess een gouden verwondriem. Zo. Maar goed. Dan hebben we hier peesbeschermers. Allemaal handig. Ik heb gewoon maat vol genomen. Dus op zich, net zoals ik zeg, ik hoop het natuurlijk niet. Maar mocht ze afgekeurd worden, dan kan dat gewoon bij elk ander paard ook. Dus die. Een spons. Ja, paardwerk heeft dan moeten natuurlijk afgesponsd worden. Dit is ook wel een handig dingetje, super handig dingetje. Dit is om de schoftmaat te meten. Dus dit zet je op het paard en dan kan je de schoftmaat meten. De gullet is van het zadel. Dus handig ding, super. Nou, dan hebben we hier nog... Oh, ik zie dat ik nog een keer mijn mes nodig heb. Het is namelijk een doos in de doos. Ik moet even iets vinden. Ja, dan krijg je ze bij prinses haartjes bent, dan heb je in ieder geval kam. Zo.
Ja, dit is natuurlijk helemaal goud. Dit is glitter. Ik ga het erbij houden. Glitter hoefgel. Nou, dan kan je dus je paard een roze glitter hoeven geven. Ja, dat vind ik dat natuurlijk geweldig, maar stiekem vind ik dat natuurlijk ook wel leuk. Himalaya-zout. Ja, dat vind ik lekker. Blauwe tinctuur. Dichterbij houden. Dan heb ik hier nog zo'n gaaf potje. Ik zal hem even openmaken ook. En dit is ook glitterspray, maar dan voor de vacht. Felglans met glitter en duft. Ik weet niet wat duft is, maar in ieder geval je krijgt het paard van glitteren. De bovenkant van de glitterspray. Hier heb ik leerolie. Dus voor het zadel, hoofdstel, dat soort dingen. Voor het onderhoud. Oh ja, dit is ook wel een handig dingetje. Dit is een blok waar je vlekken van de huid of van de uit de vacht van het paard makkelijk weghaalt. Dus misschien ook wel wat voor gezond. Betadine. Een zadelspons. En voor je laars kan je het ook gebruiken om het zadel schoon te maken. Snoepies. Dan hebben we nog een mooie hoevenkrabber. Een zadelzeep. Een blauwe roskam. Uiteraard een zweetmes. Gewoon een borstel. En sterretjes. Dan krijgen we hier. Ja, dat is wel een dingetje, zeg maar. Dit is een longeerhulp. Dus dit hele... Zo, dat is de longeerhulp. En als laatste, ja, die is heel groot, dus ik ga alleen hem even omhoog houden. Maakt ook een hoop herrie. De deken. Zo kan je hem beter zien. Het is een 300 gram winterdeken. En die is ook waterdicht. En nou ja, het is gewoon een perfecte deken. Nou, ik had nog een paar dingetjes besteld. Maar goed, die komen nog nageleverd. En ik heb natuurlijk nog een week. Dus geen enkel probleem. Ik ben super blij met al deze spullen. Ik vind ze ook super gaaf. De volgende keer dat er weer bij komt. Of dat de volgende bestelling komt. Dan maak ik gewoon nog een video erover. Ik begin steeds zenuwachtiger te worden, want vrijdag is de keuring al. En ik hoop zo dat het goed gekeurd wordt. En dan gaan jullie dat natuurlijk allemaal zien. Vandaag een van de spannendste dagen van mijn leven, ik kan niet anders zeggen. We zijn op weg naar de keuring voor Verona. En we zijn vanuit Maassluis naar Emmeloord toe. Hier is even vielen, dus dan maakt die wagen waar we in zitten niet zoveel herrie. Want dit is zo'n twee-paard-veewagen. Dus dat is net geen vrachtwagen. Je mag er nog geen rijden met je rijbewijs B. Maar het is wel een heel ding, zeg maar. Ja, heel erg nerveus. Dus maar even afwachten. Gisteren Esther nog gesproken en die heeft hetzelfde. Alleen die moet afscheid nemen en ik mag haar hopelijk meenemen. Dus dat is natuurlijk wel een enorm verschil. Maar ja, altijd weer rijdt. Daar is die. dat scheelt wel, want ik denk dat hij wat cooler is onder dit gedeelte dan ik. Dus straks mogen we de keuring filmen en dan zien jullie weer. We rijden nu Emmeloord binnen en als het goed is, dan is hier ook de dierenkliniek. Ja, dat is het bordje. Hier rechts. Dus hier rechts. Dat ziet er wel heel luxe uit. Mooi hoor. Tegen het bordje kijken we ook op wat moeten. Paardenkliniek is rechtsaf. En ook naar de Hoefsmid. Rechts staat hier. Welkom. Oprijden tot aan de stopstreep. Het hek opent automatisch. Dan mag je naar het parkeerterrein. Dus nou, daar gaan we. Ja, gaat ie. Oh, gelukkig gaan we al twee hekjes open, anders passen we er niet door. Ons ontsnappen de paarden. Nou, weten we wel waar we heen gaan, geloof ik, hè? Allemaal paddocks. En daar zijn dan auto's en busjes en... Wagens. Dus als het goed is, is daar ook Verona. We gaan meemaken. Ik weet niet wat voor auto's hij heeft, dus die is lastig. Nou ja, lastig. Ik denk dat je er omheen moet rijden en dan naast de laatste gaan staan of zo. Zullen we gaan de pijlen volgen anders? Ja, laten we dat maar doen. We gaan de pijlen volgen. Miauw. Da-da-da-da-da. Waar zou ze zijn? Ik zie haar niet. Nou ja, we gaan er zoeken. Zo, daar is Vero. Ze gaan naar de keuring. Samen met Esther. Oeh, we hebben een tegenliggend paard. Dus, dan is de conclusie. Voor mij geen veterinaire bezwaren. Ja. Nou, perfect. Ja.
Nou, het was een heel emotioneel afscheid. Ik vond het heel moeilijk. Want ja, het is toch haar paard. Dan begin ik weer. Dan moet ik ophouden. Maar ze staat achterin. Ze is goedgekeurd. Ze gaat zelfs voor de procuring. Dus ja, super blij mee. En ja, nu terug naar mijn sluis. En dan kunnen we haar uit gaan laden. En dan is ze van ons. Yay. Ik moet er even aan de binnen. We zijn er. We zijn bij de manege. Dus we kunnen naar de box. Ze heeft box 30 in de grote stal. Die moet ik nog even opzoeken. Dus dat doe ik zo meteen eerst. Het was net noodweer. Gelukkig is nu weer wat hoger. Dobbeltje. En ja, dan gaan ze naar de stal toe. Dank. Hoi meis. Nou, staat ze in de box. Ze werd eten. Het is allemaal geregeld hier. Dus dat is super gaaf. Goedemorgen. Vandaag is de dag. Yeah. Kijk, dat is Verona. Daar is Rick. Daar is Rick. Rick die moet even wennen aan het paardenslijm. Maar we gaan de box versieren. En we gaan natuurlijk Verona een beetje versieren. En dan komt Tessa straks. En die gaan we bellen en zeggen dat de opnames niet helemaal goed lukken. Dus dat of ze even wil komen helpen. En of ze de rijboek even aan wil optrekken. Want we zijn een video aan het maken voor... Dus ik ben benieuwd. We hebben allemaal spullen meegenomen, dus het wordt helemaal leuk. Rick, ben je er klaar voor? Ho, ho, ho. Merry Christmas. Mink is er ook bij, die komt ook even helpen. Alice is erbij. Ligt er ook vooral stro. Een box mooi versieren is nog niet zo simpel. En Verone heeft kerststrikjes in haar haar. Hallo meis. Ho, ho, ho. Hallo meisje, hoe is die? Oh, je hebt hier gewoon een paardenlaars aan. Ja. Oké. Okay. Nou, ben je er klaar voor? Oh, je hebt ook nog een sjaal gedaan. Oh, hallo. Hoi. Hallo, Ella. Maar, kom maar. Ik ben even laat weg geweest. Is er iemand hier dan? Ik moet gewoon alles houden. Kerst, voor Kerstmis krijgt hij van papa, mama Rick, Jonna, Alice en opa Cor, Verona. Ik moet haar wel delen met mama. Fijn Kerstmis. Oh, moet ik die ook nog een voorlezen voor je? Wat heb je nou gehad dus? Wat is het nou? Nee, ik heb Verona gehad. Is dat wel ergens anders? Nee. Lieve Tessa, ik weet dat jij en je mama veel geld hebben gespaard. Papa en opa Cor hebben daar nog wat extra geld bij gelegd. Nu kan mama mij kopen. Mag ik jou paard? En wil jij mijn mens, hè? Lies, Corona. Ja, daar staat hij. Weet je al, die strikjes om? Ja. Hebben wij een paard? Ja. Kijk, ging je er niet? Jawel. Nee. Dan weet je zeker gelijk met papa en mama gisteren hebben gedaan. Ja? Ja? Ze hebben de kerstman even geholpen. Ik zal maar even gaan kijken dan. Hè? Ja. Helemaal beduust. Hoi, Anton. Zie je de valstaf? Leuk. Had je het verwacht? Hey. Nee. Nee. Mag niet nee. Oh, wacht even. Mag niet. Nee. Nou, trek hem maar naar achter. Nee, doe het laag. Laag. Dan duw je tegen de borst. Ja, het is zacht. Ik had echt niet verwacht dat ik Verona had. Nee? Had je dat echt niet verwacht? Nou moet je voor de zorgen. Ik heb nog een brief voor je. Nog één? Ja, we zijn een paar minuutjes verder. Tess is een beetje van de verbijstering gekomen. Ik krijg nu de kaart van... Ga maar lezen. Nee, ga maar lezen. Ja, dank je. Ze begint te beseffen dat ze een paard heeft. Dat had ze nog niet helemaal door, geloof ik, hè? Ja, hallo Tessa. Alice heet... Als het... het. Goed is, ben je nu de trotse, allertrotste
Eigenaar van Verona, ik wens jullie samen heel veel plezier. Pas je goed op haar. Wil je het even verder lezen? Heel veel geluk en plezier. Hartelijke groeten, Esther. Weet je nog die mevrouw die toen bij Verona was? Die jou toen op ging tillen zodat je het half rond kon doen? Dat is Esther. En die stuurt je nu een kaart. Wil je nog iets tegen Esther zeggen misschien? Hartelijk bedankt. Nou, zou je goed op haar passen? Dat vraagt ze. Ja. Ja? Goed zo, meis. Ja? Wil jij eerst even naar de manege Middelhof komen? Dan kan je Verona zien. Ik heb een paard gekregen. Voor Kerstmis. Ja? Nou, we gaan nu even het halster showen. Tess, vind je van het halster? Heel mooi. Wat voor kleur is die? Roze. Hoe roze? Glitterroze. Glitterroze. Ik ben er heel dichtbij. Straks buiten ook nog even filmen. En wel een super gaaf halster. Die heb je gehad van Ruiterhart. Dankjewel. Verona voor het eerst even los. Ze is nu in de paddock, nummer 4. Eigenlijk had ze in 2 gemoeten, maar ze mag even in 4. Dus als we even buiten kijken, even bewegen. Wat vind je ervan, Tess? Leuk. Leuk. Ik heb een paard.